Hoe leert een paard een trailer inlopen? Het belangrijkste is de voorbereiding met het grondwerk. Harvest leert zich aan te passen aan mij. Als ik stop, stopt hij ook. Hij gaat achterwaarts als ik achteruit loop en hij leert mijn hand volgen met zijn hoofd en hals. Ik geef de richting aan met mijn hand. Harvest leert zich aan te passen aan mijn tempo, zodat we samen hetzelfde bewegen. Als ik doorloop, loopt hij ook door. Als ik stop, moet hij ook stoppen. En vanuit het achterwaarts weer voorwaarts. Heel langzaam. En sneller. En zo leer ik hem mijn hand volgen met zijn hoofd en hals. Ook leert hij mij te volgen als ik voor hem loop. Ik wijs aan met mijn zweep waar ik vraag om te bewegen. Eerst zijn achterbenen. Daarna zijn voorbenen. We gaan naar de trailer. Op veilige afstand herhaal ik het voorwaarts. Ook vraag ik hem om mij heen te draaien, om eventuele spanning door buiging kwijt te raken. Hier zie je hem blokkeren naar de trailer toe. Ik buig hem door hem te draaien. Daarna beweegt hij wel voorwaarts. Ik ga dus niet met meer druk vragen of hij naar voren wil lopen. Ik laat de spanning afvloeien door buiging. Dan gaan we dichter naar de trailer. Ook nu draai ik hem om door buiging en zich te laten ontspannen. Hij vindt de klep gek. Ik trek niet aan het touw, maar nodig hem uit naar de trailer te kijken. Als hij wegkijkt, geef ik lichte tegendruk. Bij iedere beweging met zijn hoofd naar de trailer toe, valt de druk weg. En bij het goede antwoord geef ik hem ontspanning door weer weg te lopen van de trailer. Hij hoeft van mij de trailer niet in. Ik wil graag dat hij het onderzoekt zonder spanning. Ik stimuleer zijn nieuwsgierigheid.
goed, hè? Wat ben je toch knap? Wat ben je toch een knapper? Ik vind het dan ook geen probleem dat hij naast de klep gaat staan. Hij brengt wel zijn hoofd zo in de trailer. En dat is weer een goed antwoord. Dan leid ik hem mee de trailer in. Hij loopt zonder problemen achter me aan de klep op. Hij onderzoekt de trailer. Ik wil wel dat zijn hoofd in de trailer blijft. En hij loopt zonder spanning achter me aan. Ik vraag nog een keer of hij achter me aan wil lopen. Het hoofd moet binnen in de trailer blijven. Waar zijn hoofd is, zijn zijn gedachten. Ook achterwaarts gaat gecontroleerd en zonder spanning. De training daarna start ik weer met buiging. Ik wijs met mijn zweep waar ik wil dat hij beweegt, zowel linksom als rechtsom. Als hij mooi buigt, gaan we weer naar de trailer. Harvest heeft zijn twijfels. Hij stapt naast de klep. Dat is niet erg. Hij denkt na en doet een poging. Ik wijs met mijn zweep waar ik wil dat hij beweegt, net als met het grondwerk. Ik vraag of hij mij recht volgt en stuur zijn voorbenen. Als hij weer recht voor me staat op de klep, valt de druk weg. Het goede antwoord. Ik blijf wel zijn hoofd sturen. Hij heeft het goed gedaan. Dus gaan we weer even weg van de trailer. En opnieuw. Ik stuur hem recht en vraag zijn hoofd in de trailer. Dan wijs ik met mijn zweep naar zijn achterbenen, zodat hij weer recht voor me komt. Hij bouwt wat spanning op. Ik herhaal rustig mijn vraag of hij me recht wil volgen. Als hij naast de klep stapt, blijf ik met mijn zweep de voorbenen aanwijzingen geven te bewegen naar mijn kant. Ik trek niet aan het touw, maar stuur zijn hoofd. Ik tik op zijn schouder om aan te geven waar hij moet bewegen. Zijn spanning geeft niks.
Hij zoekt het antwoord, maar vindt het moeilijk. Ik help hem het goede antwoord te vinden. Zodra hij weer in de goede richting denkt, valt de druk weg. Heel belangrijk is dat hij probeert het goede antwoord te vinden. Het resultaat is een paard dat meedenkt en wat hij met grondwerk geleerd heeft gebruikt om het goede antwoord te vinden. Ik heb volledige controle. Hij doet het heel knap. Door het oefenen heeft Harvest geleerd vanuit de ontspanning de trailer in te lopen. Hij past zijn bewegingen aan mijn beweging, zoals hij in het grondwerk geleerd heeft. Ieder moment loopt hij weer met mij de trailer in. Zo is trailer laden een gemakkelijke opgave geworden. Tot de volgende keer!